Helemaal, wat superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag mijn everyday make-up routine laten zien. Ik heb de laatste tijd best wel vaak de vraag gekregen of ik die weer wilde laten zien. En het is ook best wel een tijdje geleden dat ik hem heb laten zien. En er is inmiddels ook best wel veel veranderd aan mijn make-up routine. Ik moet zeggen dat ik ook nog steeds eigenlijk wel heel vaak make-uploos door het leven ga. Of alleen een mascaraatje opdoe. Maar als ik wat meer uitpak, dan doe ik dit. En dit is uiteindelijk ook niet heel overdreven. Maar ja, dit is wel echt mijn favoriete lookje om te dragen. Dus laat ik dit intro vooral niet te lang gaan maken. En laten we snel gaan beginnen met mijn make-up routine. Waar ik altijd mee begin is natuurlijk foundation. De foundation die ik op dit moment gebruik is de foundation van Catrice. En ik gebruik eigenlijk altijd best wel een goedkope foundation. Omdat ik die gewoon best wel chill vind eigenlijk. Dit is de 24-hour made-to-stay make-up foundation van Catrice in de kleur 010 Nude Beige. Ik ben nu niet echt heel erg wit omdat ik op vakantie ben geweest. Maar ik ga ook niet over mijn hele gezicht foundation aanbrengen. Eigenlijk het enige waar ik nu foundation ga aanbrengen is op mijn wangen. Want zoals jullie misschien kunnen zien heb ik van mezelf best wel rode wangen. En die wil ik gewoon graag wegwerken. Het kan trouwens zijn dat het licht af en toe verandert, maar er komt steeds een beetje zon buiten. Dus daardoor verandert het licht in mijn kamer gewoon heel erg vaak. En dat is super irritant, maar ik kan er vrij weinig aan doen. Maar goed, ik ga mijn foundation aanbrengen, dus alleen op mijn wangen waar het gewoon rood is. Want anders gaat mijn bronzer gewoon niet goed pakken, dus daarom doe ik dat altijd. Ik heb trouwens hier een spiegel, want anders moet ik de hele tijd in het schermpje kijken. En dat is best wel ver weg, dus dat is niet zo handig. Kijk, zoals je misschien nu kan zien op het beeld, is deze foundation nu wel een beetje licht voor me. Maar goed, dat gaan we straks toch alweer een beetje bijwerken met bronzer. En ik zorg gewoon voor dat ik hem nu zo goed mogelijk inblend, zodat je gewoon niet zo erg ziet dat het een hele lichte foundation nu voor me is. Als de foundation erop zit, dan pak ik mijn concealer erbij. De concealer die ik op dit moment gebruik is de Essence Camouflage Full Coverage Concealer is een prima concealer, niet geweldig. Maar voor mij werkt die prima, want ik heb gewoon niet heel veel dekking nodig. Ik wil ook gewoon eigenlijk dat mijn make-up looks er zo natuurlijk mogelijk uitzien. Want ik hou eigenlijk niet meer zo heel erg van hele heftige looks. Dus ik doe het altijd zo naturel mogelijk. En deze breng ik gewoon alleen onder mijn ogen aan. En deze blend ik ook uit met de Beauty Blender. Ik blend de concealer trouwens ook altijd door op mijn ooglid. Want ik gebruik concealer eigenlijk gewoon ook gelijk als oogschaduwbasis. Ik vind dat eigenlijk net zo goed werken als gewoon een normale oogschaduwbasis. Dus dat is wel echt een hele grote tip van mij. Gebruik je concealer ook gewoon op je ogen als basis voor je oogschaduw. Next. Het volgende wat ik altijd doe. Ja, wat doe ik eigenlijk altijd? Ik ben echt totaal geen make-up artist. Dus ik doe altijd maar wat. Even denken hoor. Ja, meestal doe ik gewoon oogschaduw. En dit is het oogschaduwpaletje wat ik echt al jarenlang bijna elke dag gebruik. Too Faced Natural Eye Palette. Ik denk dat jullie deze letterlijk in elk make-up videootje die op mijn kanaal staat kunnen zien. Dit is gewoon echt mijn favoriete oogschaduwpalet. Er zitten gewoon allemaal basic kleurtjes in. Je ziet ook dat ik bij 3 kleuren al flink de pen heb geraakt. Maar dit zijn gewoon allemaal basic naturel kleurtjes. En ja, daar kan je gewoon een hele mooie look mee maken. En ook niet te overdreven. Wat ik als eerste doe, ik doe de kleur Velvet Revolver in mijn arcadeboog. Ik vind het altijd zo bizar dat altijd als ik een video aan het opnemen ben, dat er dan opeens mensen thuiskomen. Dan denk je van, yo, ik heb eindelijk eventjes het huis voor me alleen. En dan, nee hoor, daar komen de mensen alweer thuis. Ik vind het dus echt oprecht de beste kleur voor in mijn arcadeboog. Want je ziet hem wel gewoon, maar hij is wel gewoon heel, ja, ik weet niet. Het is gewoon heel natuurlijk op mijn ogen. Het past gewoon heel goed bij mijn huidskleur. En wat ik dan meestal doe, is dat ik push-up in mijn outer V doe. Die is alleen echt bijna op, dus ik moet elke keer echt zo schrapen om er nog wat uit te krijgen. Maar ja, dat is wat ik altijd doe. En dan gebruik ik de kleur
honeypot op mijn bewegend ooglid. Dit is echt zo'n super mooie gouden kleur. En I really love it. Er zit echt een hele mooie shimmer in. Dus die vind ik echt super mooi. En dat is eigenlijk wat ik qua ooglook doe. Dus het is echt helemaal niet zo heel bijzonder. Maar zoals ik al zei, hou ik gewoon heel erg van naturel. Ik doe eigenlijk gelijk daarna altijd mijn mascara op. Want anders vergeet ik dat. Ik weet dat in de officiële make-up routines mensen het altijd als laatst doen. Maar jongens, ik doe gewoon mijn eigen volgorde. I don't care als mijn make-up maar goed zit. Dus mascara. Oh, de mascara die ik gebruik. En daar moet ik het echt eventjes met jullie over hebben. Is de Maybelline Faux Seal Push-Up Angel Mascara. Het is deze in de paarse huls. En oh my god. Oh my god. Dit is echt oprecht de beste mascara die ik ooit in mijn leven heb gehad. Het is gewoon echt een ontzettend dun borsteltje. Met hele dunne haartjes. Maar je komt echt bij al je wimpers gewoon. En het is echt zo'n chille mascara. Dus ja, dit is zeker een aanrader. Als je nog op zoek bent naar een goede mascara, koop deze. Dit is echt amazing. En dan gaan we door met mijn bronzer. En dat is echt de key van mijn make-up look. Ik ben echt gewoon heel erg fan van bronzer. Ik vind gewoon dat mijn look altijd echt meer de glam geeft of zo. I don't know. En de bronzer die ik op dit moment gebruik, ik weet niet, hij is oké. Maar ik wil eigenlijk nog steeds een betere bronzer. Dus weten jullie een goede contour bronzer? Let me know, want ik wil heel graag een goede. Dit is in ieder geval de Honolulu by Way 7. En dat is eigenlijk een soort van dupe van de Hoola bronzer van Benefit. Hij is wel oké. En ik gebruik hem ook al een tijdje. Maar ik ben nog steeds wel op zoek naar een betere eigenlijk. Die iets meer koelere toon heeft. En deze is wel heel warm. Maar oké. En die breng ik aan met deze blush kwast van Real Techniques. Want ja, dan ben ik gewoon zo in één keer klaar. De camera ziet er volgens mij echt super heftig uit, maar in het echt valt dat wel mee. Natuurlijk zorg ik er wel altijd voor dat ik het nog even goed uitblend. Dat doe ik meestal gewoon even met mijn beauty blender zo. Oké, ik weet even niet waar ik gebleven was, want ik werd weer onderbroken, maar volgens mij was ik aangekomen bij de highlighter. En de highlighter die ik gebruik is de highlighter van Makeup Revolution. En dit is de Skin Kiss highlighter. Die is echt super mooi. Dus die gebruik ik at the moment veel. Dit is de kleur. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar het is echt een super mooie kleur. En die breng ik gewoon aan boven mijn bronzer. En dat is eigenlijk wat ik altijd qua make-up doe. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo heel erg bijzonder. Ik vind het gewoon een hele chille look. Het is gewoon best wel naturel. Maar daar hou ik gewoon van. Want ik vind het persoonlijk gewoon niet zo chill. Als ik heel veel make-up op mijn gezicht heb. En ik vind ook niet dat ik daar per se knapper van word. Dus meestal hou ik het gewoon lekker naturel. Want dat vind ik gewoon super chill. Ik hoop natuurlijk dat jullie het leuk vonden om dit te zien. Ben jij nou nog niet op mij geabonneerd? Doe dat dan zeker even. Lijkt me super leuk. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doeg!